Inmiddels zijn onze levercel-deelnemers al een half jaar onderweg. Na een confronterend bezoek aan het ziekenhuis, waarbij Peter leververvetting is geconstateerd, staat er nu een actieve dag op de planning. Want naast bewuster eten is ook bewegen een belangrijk onderdeel van het werken aan je gezondheid. Ik hoop dat jullie een beetje coulant met ons zullen zijn. Ik zie al een hele enge kabelbaan. Nee, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik kan van alles verwachten. Ik denk wel dat we stuk gaan vandaag. Ja, dat is ook de bedoeling, toch? Ik kijk een beetje tegenop om mijn conditie te laten zien. Vandaag gaan de deelnemers op een andere manier bewegen als dat ze misschien verwachten. In ieder geval een manier waarvan we zeker weten dat ze vet gaan verbranden. Ik vind het wel spannend. Maar dat komt ook omdat ik gewoon heel laag in mijn energie zit op dit moment. Dus ik hoop aan één kant dat het me zal accepteren. En dat ik me daar aan het einde van de dag heel fit voel. Ik moest natuurlijk ook 10 minuten op de trampoline staan. Dat heb ik de eerste paar weken echt wel braaf gedaan. Nu bijna niet. Maar verder om echt te gaan sporten, zou ik echt niet weten waar ik de tijd vandaan moet halen. Het blijft nog steeds een probleem. Fijn om jullie weer te zien. Ja, superleuk. Kijk uit naar deze dag. Alleen eerst gaan we natuurlijk kijken hoe jullie er nu voor staan. En dat wil zeggen dat we gaan meten de buikomvang. En dat we weer gaan wegen. En dat we dan ook weer kijken naar het BMI. En dan hebben we het totaalplaatje compleet. Want we zijn ondertussen een klein half jaar verder. Nou, normaal is het vaak ladies first. Alleen bij wegen vind ik dat niet per se nodig. Wat jullie dames? Nee, hè? Dus Peter, jij mag dadelijk als eerste wegen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik jouw buikomvang weer opmeten. 101. En we komen natuurlijk van een buikomvang af van 109. 89. En we begonnen met jou met een buikomvang. En ik merkte het meteen met meten van 99. Echt waar? Echt waar. Oh jeetje. Ja. Dus dat is gewoon bizar wat jij in een korte tijd hebt gerealiseerd. Omdat er één van de belangrijke indicatoren is natuurlijk. We hebben nog een half jaar. Ja. Moet je kijken wat je nu al bereikt hebt. Ah, fantastisch. 106. 106. En je begon met een gewicht van 107,8. Ja. En nu weet ik, je hebt al ondertussen een gewicht bereikt van? Van 99. Dus we zijn ergens geweest. Ja. En daar ben je weer afgedwaald. Ja. Even zonder oordeel of zonder vingerwijzing, maar wel gewoon als eikpunt. Dan gaan we eens kijken wat is er gebeurd en hoe kunnen we dat terugpakken. Ja. Want wat weet ik van jou? Je bent super gemotiveerd. Jij gaat er vol in, maar dat is ook een risico. Want dan kan het net te veel zijn, waardoor je het niet lang genoeg volhoudt. Ja, ja, ik was er wel heel verdrietig om eigenlijk. Dan wilde ik echt wel omjanken. Dus dan ga je echt terugdenken, denk je van wat is dat dan nou precies? Ja, oké, dan die twee appelkoeken en die, wat was die andere? Ik heb het alweer vergeten. Buiten het vet verbranden waar we vandaag aan gaan werken, zijn we natuurlijk veel oude patronen ook aan het verbranden, symbolisch gezien. De een is wat verder dan de andere. Maar ja, het gaat op en down, hè. Het gaat, af en toe ga je weer omhoog, dan ga je weer naar beneden, dan ga je weer omhoog. Ja. Ik denk mijn leven staat toch af en toe een biertje hier, een biertje daar. Ik denk dat dit zijn de laatste weken voor de vakantie. En dan ga ik aan een nieuwe, met een nieuwe baan beginnen. En ik denk dat het daar wel echt een verschil in zal komen. Want dan ga ik ook echt minder werken. Zodra ik het zo druk heb, dan of ik eet helemaal niet, of ik eet gewoon heel onregelmatig en slecht. Wat gaan we doen? Dat heet officieel een burst training. Nou, het zit hem al in het woord. Het is een training waarbij je heel erg goed vet kunt verbranden. En wat daarvoor nodig is, is dat we eerst natuurlijk even gaan opwarmen. Bursten, dat kun je op verschillende manieren doen. Dat kun je doen door te lopen, op crosstrainen, te fietsen, met krachtoefeningen. Vandaag heb ik gekozen voor het lopen. Niet het hardlopen, maar snel lopen. Wat het inhoudt is 6 keer 25 seconden. Net niet maximaal, dat noemen ze wel zoiets submaximaal. Heel snel wandelen. We gaan zo dadelijk starten. En beginnen we met de gewone loop en dan horen jullie mij aftellen. Ja, zijn jullie er klaar voor? Start! Ja, ga maar door! Iets meer tempo, Deborah. Klein beetje meer tempo, zo ja. 5, 4, 3, 2,
1, go! En snelle pas. Snelle pas, kom op, arm inzet. Snelle pas. Snelle pas, kan sneller. Zo ja. Anderhalf uur daarna gaan ze niks eten, de deelnemers. Alleen maar water. Dat is het moment waarop enorm vet verbrand gaat worden. 5, 4, 3, 2, 1 en ga. Kom op, Peter, snellere pas, snellere pas. Bijna maximaal, kom op. Maar moet ik rennen? Moet ik gewoon rennen? Net niet rennen. Ik kom met mijn heupen niet helemaal uit. Ja, kom op, heel snel. 5, 4, 3, 2, 1, kom maar. Hou vol. Ja, Deborah. In één keer. Goed zo. Let op. 5, 4, 3, 2, 1. Let, kom maar. 5, 4, 3, 2, 1. Gewone pas. Nu begint de training pas. Hij begint nu pas. Okay. Want de komende anderhalf uur mogen jullie alleen water drinken. Jullie mogen absoluut niks eten. Maar dat is het geheim van de burst. Het lichaam gaat nu op zoek naar, met wat je nu gedaan hebt, naar... Ik heb van alles en nog wat nodig. En wat doen we dan? Dan gaan we het naar binnen gooien. En dat gaat nu niet gebeuren. Dit voelt niet heel erg als sporten. Het voelt als... Het is ook maar heel kort en daar hou ik van. Ik hou van kort en krachtig. Ja. Ik vond het wel lekker. Ik had eigenlijk wel door kunnen gaan. Moet ik eerlijk zeggen, niet dat je dat hoeft te doen, maar ik vond het zat er lekker in. Ja, en dat ging op zichzelf. Ik ben blij met wat meer bewegingsoefeningen, want dat miste ik wel echt in mijn repertoire. Dus eten weet ik nu, wat mijn valkuilen zijn en wat ik eigenlijk elke dag gewoon netjes moet doen. En bewegen, dat is nu stap 2. Ja, die beurs is heel simpel, dus nu kijken of we niet te simpel vinden. Maar ja, zij zeggen dat het werkt, dus we gaan het doen. Ik wens ze toe dat ze dit gaan toepassen, deze beurstraining. 1-2 keer in de week. En dat ze ook heel snel gaan merken van, oh, deze methode die werkt wel heel erg goed. En of ze het vol gaan houden, dat heeft met iets te maken. En motivatie wordt vaak als één woord gezien. Maar wat maakt dat de een het wel gaat doen en de ander niet, is waar zit je in motivatie? Zit die toch op je eigen gezondheid, je eigen welzijn? Of ben je stiekem nog gericht op je omgeving en doe je die sixpack toch voor de buitenwereld omdat je dan mooi gevonden wordt? En aan ons natuurlijk de taak om ervoor te zorgen dat die externe motivatie naar intern gaat. Suggestie voor jou, Deborah. Jou neem ik mee terug naar een moment dat jij de vlog opnam en je aan bestellen was bij de McDonald's. Ja. Maar had je keuze gemaakt en toen werd het een andere keuze. En in één keer werden die twee keuzes samengevoegd als zijnde één bestelling. Je gaf vanochtend ook aan. Ik ben moe en dat heeft met deze patronen te maken. En Nienke, jij bent top bezig. Ik heb het jou al benoemd, die andere vibe die je hebt. En jou wil ik de suggestie doen, want dat is een patroon van jou, die zit heel verborgen. Ik moet het alleen kunnen. Ik wil dat je weet dat je niet alleen bent. Wij zijn er voor jou, dus maak daar gebruik van. Peter, ik hoorde jou in een van je vlogjes zeggen, ik moet het proces ook meer loslaten, heb meer laten gaan. En dat is eigenlijk niet... wat de bedoeling is. Dus je gaat het proces niet loslaten, je gaat je eigen manier loslaten. Laat die sixpack en alles wat je daarbij bedacht hebt nou maar gaan en ga voor je gezondheid. Want je kunt al dat andere hebben, maar als je niet gezond bent, heb je toch stiekem helemaal niks.